En dan zou je zeggen, enzovoort, want het is natuurlijk My Funny Valentine voor de mensen onder u die dit repertoire goed kennen. Goedenavond, hartelijk welkom vanuit de boerderij in Huizen. U thuis en u hier in deze gezellige lokaliteit, waar het al behoorlijk vol is. En dat eigenlijk al vanaf de eerste minuut, want toen er via het AVRO-scherm bekend werd dat we een programmaatje zouden maken van Rita Reys met het trio, toen was het binnen 5 minuten uitverkocht en daar zijn we eigenlijk wel een beetje trots op. Wat gaat u vanavond bekijken en wat gaat u beluisteren? Een minuutje of 25, maar het kan misschien ook wel een half uurtje worden hoor, dat weet ik niet. Rita Reys met het kwartet in dit geval. Een kwartet wat bestaat, en dan wil ik graag het eerst bij u aankondigen, een gast die wij bijzonder welkom heten en waarvan we heel blij zijn dat hij vanavond in ons midden is, want hij is zojuist uit Amerika teruggekomen, de tenor saxofonist Johnny Griffin. De andere mensen wil ik graag straks bij u aankondigen, want anders blijft er na een stuk of 3 nummers zo weinig voor mij over om over te praten. Hoe is dit programma tot stand gekomen? Wel, zonder nou direct tot de platenpluggers te gaan behoren, want u weet dat is verre van mij, is het zo dat we een aantal maanden geleden besloten hebben een langspeelplaat op te nemen. Nou, u weet het, Rita heeft dat de afgelopen jaren eerst gedaan met grote orkesten onder leiding van Rogier van Otterlo. Dat was repertoire van Burt Bacharach, dat was repertoire van Michel Legrand en ook repertoire van Gershwin. Toen dachten we, ja, wat moet je daar nou op laten volgen? Natuurlijk, een zangeres vindt het altijd heerlijk om zich omringd te weten door prachtige bossenstrijkers, zoals dat heet, of door grote orkesten. Maar we zijn tenslotte begonnen, en dan spreek ik alweer over zo'n, nou, laten we zeggen 25 jaar geleden, met een kleine bezetting, met een trio, met af en toe een solist daarbij. En we dachten, waarom zouden we hier niet eens met het beginpunt beginnen, waar we tenslotte toen mee zijn begonnen en wat de mensen toen eigenlijk altijd erg leuk vonden. Over heel Europa zijn we heen gereisd en hebben toen eigenlijk altijd met het trio en met solisten opgetreden. Vandaar die gedachte van de maatschappij om te zeggen van, nou, gaan jullie maar weer eens beginnen bij dat startpunt. Dat hebben we gedaan en zo ziet u ons en hoort u dan ons ook vanavond. Straks nogmaals kondig ik graag de andere muzici bij u aan, maar laten we nou eerst maar eens even het woord, of liever gezegd de zang geven aan de zangeres van vanavond. Zij begint met een repertoire wat bestaat eigenlijk allemaal uit evergreens en waarvan het eerste stuk toch al erg bekend is, That Old Feeling. Graag uw aandacht voor Rita Reys. Got that old feeling when you came inside. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt a thrill, and when you crossed my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning, that I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me, it's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Thank you.
night. I got that old feeling when you came inside. I got that old feeling the moment that you danced by. I felt the thrill, and when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning, and I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling. It's still. But the words
wonderful. That's you. Troubles melt like lemon rose.
mooi liedje eigenlijk, hè? Dat Over the Rainbow. Eigenlijk met de meeste van die stukken zo. Waar wij als mensen die een beetje nostalgisch zijn ingesteld... en misschien nu ook toch altijd weer een beetje warm voor lopen. Want het zijn eigenlijk de grote stukken uit de 20e, 30e jaren... die nu langzamerhand weer terugkomen. Daarvoor hoorde u Mr. Wonderful. En zometeen gaat u natuurlijk nog twee horen. Lekker een beetje achteruit geleund als u thuis zit. Met misschien een glaasje wijn onder handbereik of iets anders. Dat weet ik niet. Ik hoop in ieder geval dat u van geniet. De twee andere mensen die ik aan u voorgesteld u al lang heb gehoord en gezien. Dat is in de eerste plaats achter de drums... Peter Ypma. En dan onze andere man achter de bas. Dat is bassist Ruud Jacobs. Ruud heeft in het volgende stuk ook nog een belangrijke rol. Want dat is Poor Butterfly. En het eerste koers daarvan wordt gezongen door Rita met alleen... basbegeleiding. Dat is dus even concentreren geblazen. Daarna komen we dus met het kwartet erbij. En achter dat stuk Poor Butterfly hoort u dan nog The Touch of Your Lips. Eerst Poor Butterfly. Poor Butterfly needs the blossom waiting. Poor Butterfly. For she loved him so. The moments pass into hours, the hours pass into years, and as she smiles through her tears, she murmurs low. The moon and I know that he'd be faithful. I'm sure he come to me by and by. But if he don't come back, then I'll never cry or sigh. I just must die. Poor, poor butterfly. Low.
he come to me. Bye, bye. But if he don't come back, then I'll never cry or sigh. I just must die.
should have a